Louise! Gers Padoel. Gers Padoel. Ook een meneer die ons niet onbekend is. Toch? Goed, aan tafel zitten hier Jelle en Huub. Ja, Jelle, ja, eerst plaats. Ja. Wortel of één. Alles een beetje vreemd, alles een beetje nieuw. Ja, zo'n eerste plaat maken. Een tekstschrijver heb je gevonden. Je hebt een plugger gevonden, een studio gevonden. Dan ga je overal naartoe en die afspraken, ja, per telefoon of in de studio. Ja, hoe bereid je daarop voor dan? Want alles is nieuw. Ook dat is gewoon een gewoon verstand op nul en je ziet wel wat er gebeurt. Ja, ja, ik ben altijd, ja, nogmaals, ik ben heel eerlijk en ik heb niks voor iemand wat te verbergen. Dus ja, ik zie wel wat de mensen willen weten. Ja, dat is voor mij, ja, het kan niet moeilijk zijn om daar een antwoord op te geven, toch? Nou, soms wel. Soms, ja, want je weet nooit wat voor vragen je afgevuurd krijgt natuurlijk, hè? Nee, dat klopt zeker. Maar ja, weet je, uiteindelijk gaat het om hetgeen waarvoor je er zit en ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Nou, heb je die plaat gemaakt, wortel of been? Waarom een groene plaat? Want ik noem het een groene plaat. Nou ja, je moet toch ook zien, mensen in deze tijd met corona niet kunnen sporten. Laat ik het daar maar even een beetje... Ja, mensen zeggen natuurlijk altijd zelf, oh, al corona-kilo's. Nou ja, niks is mooier dan een beetje wortel of been en gezond eten, toch? In deze tijd dan. Maar heb je wel over nagedacht dat je deze plaat wilde kiezen? Daar is, je wist van tevoren natuurlijk niet dat dit zo erg zou worden met het corona. Maar uiteindelijk is het wel een hele mooi onderwerp om dat daarover, zeg maar daarmee aan te kaarten, zeg maar. Ja. Want iedereen heeft het erover en iedereen heeft er iets mee. Hoe heb je die tijd doorgebracht dan? Want je mocht nergens optreden. Nou ja, ik treed ook helemaal nooit op. Nee? Ja, onder de douche, maar dan houdt het op. Nee? Ja, ik was op vliegenjacht. Op vliegenjacht? Oh, ik dacht dat je wat... Nee. ja, goed. Jelle, die is nou als eerste bezig. Je bent al een tijdje bezig met je groep. Al een aantal maanden misschien. Al wat langer. Ja, met die band minimaal 5 jaar. Ja? Maar mijn leven heeft dus altijd een beetje met ik heb altijd muziek gemaakt. Wel eens met een pauze een paar jaar dus, toen de kinderen kwamen, had ik heel weinig tijd daarvoor. En dan heb je heel andere problemen, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment pak je het weer op. Mijn leven heeft wel altijd in het teken gestaan van muziek. Ja. Mm-hmm. Wat zou nou een goede tip zijn, want je bent al 5 jaar bezig, voor zo'n beginnend artiest als Jelle, waar die bijvoorbeeld in de eerste jaar op zou moeten letten of zou kunnen letten? Ik vind het wel heel grappig. Ik zit nou tegenover Jelle en Jelle die is gewoon een open boek bij wijze van spreken. Hij gaat er helemaal met open vizier in en alles wat je vertelt bij een interview bijvoorbeeld, je bent hetzelfde. Dus, ja. Je blijft jezelf, dat is, lijkt mij een goeie. Je moet je eigenlijk ook niet anders voor. Ja, zo zou ik mezelf ook willen profileren. Huub, daar heb je een plaat gemaakt, Als We Gaan. Ja. Hij gaat ook over, best wel goed toch in een paar weken tijd. Want ja. Hoe lang heb je de plaat nog uit? Dat is inmiddels een kleine 2 maanden. 2 maanden? Ja. Ben je nou van plan ook deze plaat om als solo-artiest ook verder door te gaan? Ja, ik speel wel met die gedachten. Want dan langzaam komen er ook Nederlandstalige liedjes binnen, zeg maar. Ik zit ergens op de fiets en in één keer komt er een ideetje binnen. Dan moet ik dat snel opschrijven of inzingen op mijn mobiel. Dus er zijn alweer ideetjes voor volgende liedjes. Maar dat ga ik dus niet om de maand doen, maar met mijn solo project, want daar hadden we het net over. Ja. Bij mijn solo project zal het om het half jaar, misschien dat ik met de kerst iets moois uit ga brengen. Ja, want bij Joop, wil je elke maand een plaat uitbrengen? Ja. Er zijn 12 singles per maand, in het jaar, het komend jaar. Ga je dan in december met je groep ook een album uitbrengen, want dan kun je ook op een album zetten. Dat is ook het hele plan erachter, dat we dus die 12 liedjes, die gaan aan het eind van het jaar gaan die een album van 12 nummers opleveren. Mm-hmm. Party at the Cemetery gaat het heten, dat is ook wel bekend. Hopelijk kunnen we dan ook een presentatie geven, die willen in Arnhem gaan geven. Hopelijk kunnen we dan weer gebruik maken van zaaltjes en cafés om dan dat album ook te promoten. Je kiest Arnhem als promotieplaats? Waarom? Ja, wij zijn met ons clubje zijn de meeste mensen uit Nijmegen en Arnhem. Dus dat is een beetje onze bakermat geworden. Ah.
Zelf kom ik dan wel in Brabant, maar ik rij graag een paar kilometer om naar Arnhem te rijden voor repetities en optreden bij wijze van spreken. Nou ja, goed, het mag niet partijdig zijn, denk ik, maar ik zou Arnhem kiezen. Je zou Arnhem kiezen, ja. Oké. Okay. In plaats van? Hoeveel? Nijmegen. Oh, in plaats van Nijmegen, ja. Waarom? Zeg ik niet? Nee, Arnhem is onze thuisbasis en we hebben er ook al een afspraak staan, 19 december in Willem 1. Het is een beetje prematuur allemaal, maar de datum staat al gepland. Mm-hmm. Ja. Heb je al een idee dan hoe dat dan uit gaat zien straks en als dat album toch gaat komen? Ja, de kunst is natuurlijk om zo'n album dan ook te gaan verkopen. Want je kunt, die verhalen zijn ook bekend, van je laat een aantal albums persen. Maar als je er geen tijd in stopt om ook de marketing te doen, dan gaat er gewoon een stapel albums of cd's of vinyl op je zolder blijven liggen. En dat wil je dus niet. Zonde. Dus we zijn nu met allerlei plannen bezig om daar een online verkoop te gaan doen. Voor inschrijvingen en dat soort dingen. Een beetje marketing. Ja. Je zei met je zingen heb je een plugger in de handen genomen. Ja. Hoe kom je aan die plugger? Kies je die zelf uit? Of word je getipt? Dat is een goeie. Nou, ik was op een gegeven moment... Zijn allemaal goeie, maar ja, ze zijn allemaal mannen en vrouwen. Ik had een lijstje van pluggers die mij wel leuk leken. Op Google zoek je van allerlei namen bij elkaar. En daar zat mijn huidige plugger Pim van de Kolk zat daar ook bij. En die was eigenlijk meteen enthousiast over het eerste liedje Battlesong van Maggie's Vlog dus. Mm-hmm. En die heeft dat nummer ook geplukt. Die heeft ons ook op verschillende radiozenders gekregen, vooral regionaal. Omroep Oost, Omroep Brabant, Radio Continu, dat soort dingen. Toen ik dat soloproject startte, was eigenlijk meteen mijn gedachte, oh, dan ga ik weer mee naar Pim van de Kolk. En dat denk ik goed. Ja. Wordt Nederlandse muziek, althans, ja, Nederlandse producties, goed opgepakt in de Nederlandse radio, naar jouw gevoel? Bij de grote jongens? Dat kan ik niet echt zeggen. Toevallig 3 weken geleden werd ik gedraaid in de Taalstaat van Frits Spits. Mm-hmm. Die opende zijn uitzending zaterdagochtend om 11 uur met Huprasker, als gegaan. Dat is natuurlijk een hele grote kick. Maar voor de rest is het op de nationale zender, heb ik hem zelf nog niet voorbij horen komen. Maar regionale zenders, ruimschoots. Ja, dat is ook een heel aardig lied. Ja, dat is fijn om te horen. Ja, het heeft ritme, het heeft ook charme. Ja, ik krijg er hele leuke reacties van. Vooral op Facebook speelt zich dat af. Mensen die het liedje gehoord hebben, die de clip gezien hebben. Die daar toch een bepaald gevoel bij krijgen. En ja, dus ik krijg dan liefdevolle steunbetuigingen. Ja. Liefdevolle steunbetuigingen. Ja, dat heet dan. Nee, maar gemeende reacties. Ja, gemeende reacties. Ik begrijp dat is prettig. Ja. Ja, dank je. Ja, jouw plaat. Wortel of Teen? Die clip. Ik dacht van God, bij het wegenbabber. Die maakte plaat natuurlijk ergens. En met een wortel in zijn mond op de asfalteermachine. Maar dat is niet waar. Nee. Hey, wij zitten regelmatig met vrienden aan tafel op zaterdag. En dan een biertje met een klein koppeltje doen. En daar heb ik eerst met mijn vrienden een paar biertjes gegeven. En toen zei ik, joh, kom maar een keer het wilde idee. Joh. Zullen we jullie daarna zetten in een wortelpak? In een wortelpak? In een wortelpak, ja. Dus, ik zeg, jullie moeten gelijk maar even tekenen dat contract. Dan kunnen jullie dat mooi, kunnen jullie er niet meer onderuit. Ja. Dus dat gebeurde dus ook bij ons groenteboer opgezocht waar we dat mochten filmen. En die zei gelijk ja. Ja, die vond het. Ja, ik heb het liedje laten horen. Die zei hem meteen van ja, dit is te gek. Hij zegt, dit is te gek. Dat gaan we gewoon doen. Ja. Ik zeg, wanneer komt dan? Want dan is de vraag, wanneer komt het jullie het best uit? Want ja, het moet wel een dag zijn dat het voor hem ook niet zo heel druk is. Ja, die groenteboer moet natuurlijk ook wel schaamd hebben. En toen was het natuurlijk één grote trekpleister, want er stonden wortels in pak voor de deur. Daar kwamen allemaal mensen op af. Die dachten, wat is hier aan de hand? Ja. Zeg de ene wortel tegen de andere wortel. Ja. Wat kon jij doen? Ja. Maar zo ging het dus wel. En het eindresultaat mag er wezen. Het is natuurlijk allemaal, het hele liedje is een gekkigheidje geworden. En lekker dubbelzinnig natuurlijk. Iedereen geeft er zijn eigen invloed aan. Ja.
Wortel of peen? Ja. Waar is nou het verschil tussen een wortel en een peen? Ja, ik ben ook goed op boer geweest, hè? Nou, het is in het liedje, wordt dat, het maakt niet uit of het een wortel of een peen is. Ja, dat maakt wel wat uit. Dus, ja, nou, in dit geval niet. Een wortel is dun en een peen is wat dikker. Oké, nou dan zal dat ongetwijfeld het verschil zijn. Nou. En een wortel is zonder groen en een peen is met groen. En peen is een wind. Zit er een bosje groen aan? Ja. Met peen. Ik hoor toch wel een Oké. Nou ja, dat. Ja. Laten we het daarom houden. Zo hebben we nagedacht, Peter. Ja. Toch slimme jongen, hè? Ja. Die Oosterlingen. Ja, maar dat zegt toch een sprookje, hè? De wijzen kwamen uit het oosten. Oké. Ja. Toch? Zeg, en... Laat ik nou net van de kust komen dan. Bedoel je daar wat mee te zeggen? Ja, ze zijn op doorreis, toch? Ja, nou. Ze kwamen uit het oosten. Ja, precies. Ze zijn heel snel ergens anders heen gegaan dan. Goed, luister wat ik zeg. Ja. Ze kwamen. Oké. Goed, Jelle, wat gaat er allemaal gebeuren na deze plaats? Blijf je wegenbouwer? Ga je de muziek in? Blijf je de muziek in? Daar kan ik eigenlijk nog heel weinig over zeggen. Ik vind het zoals het nu gaat, is het heel erg leuk. En ik heb al wel zoiets van, nou, als dit echt zo blijft gaan als dat het nu gaat, is het misschien wel leuk om nog gewoon nog een keer zoiets te doen. Ja, ja. Maar ik zeg het, ik speel zelf ook gitaar en het is wel heel grappig, want als je het liedje gehoord hebt, dan weet je natuurlijk wel een beetje waar ik op doel. Als je zegt, van het is natuurlijk dubbelzinnig. Maar het is natuurlijk wel zo dat als ik nu helemaal kom met een serieus liedje en ik ga onder de naam Jelle Dis een gewoon liedje uitbrengen, dan word je niet heel erg serieus meer genomen. Ja, nou ja, het is vaak van een gekke geitje naar een heel serieus nummer, dan denk ik zo, oh, ja. Nou, maar dat kan wel, hè? Dat is die jongen die over die wortel en die peen zong, weet je wel. Guus Meeuwis deed het ook, hè. Hij begon met Gedengedeng. Dat zat ook een bepaalde dubbelzinnigheid in. Ja. Die maakt nog een hartstikke mooie. Ja, dat is waar. Maar ik weet niet of je het liedje gehoord hebt. Dan is dit wel even iets kan andere... Ja, ik hoorde al een dubbelzinnigheidje in... Dat het wortel of peen. Ja, dat heb je goed. Ja, okay. Je moet het een heel klein beetje zien als een plaatje wat er ooit kwam van zullen we wippen of schommelen. Zullen we wippen of schommelen? Of wippen. Oh ja, dat liedje. Ja, maar goed, dan zei ik van dat, we gaan wippen of schommelen is kapot. Ja. In die trant moet je het gaan zoeken. Ik weet welk liedje wat jij bedoelt dan. Ja. Maar goed, wat gaan we doen? Gaan we eerst bellen of gaan we eerst luisteren? Wij gaan nu even kijken wat zeg nou. Ja, je bent even propos af, hè? Wortel of peen? Wortel of peen? Ja, dat is wel. Nou, hou me vast.